Tijd om aan het werk te gaan. Neem je werkboek van spelling 4b op pagina 77. Juf Evelien heeft vandaag bezoek. Floor is een van de nieuwe pedagogische begeleiders die scholen en leraren ondersteunen bij het M-decreet. Ze komt de les van Evelien observeren. Die wil van Floor leren hoe ze beter omgaat met een kind met een beperking. Ik zat met een hele grote groep leerlingen. Ik stond er als klastitularis zo goed als alleen voor. Ik had er 27. Ik had een collega die nog enkele uren ondersteund naar zorg toe. Maar ik voelde dat dat nog te weinig was om voldoende die leerling met die specifieke onderwijsbehoefte te ondersteunen. We merken nu dat we eigenlijk gevraagd worden bij twee domeinen. Enerzijds voor specifieke casussen. Anderzijds zijn scholen toch ook wel sterk vragende partij om informatie te krijgen over het M-decreet. Wat is de betekenis van dat M-decreet en wat zal dat voor ons betekenen als school? Redelijke aanpassingen, het zorgcontinuum en handelingsgericht werken. Dat zijn de drie kaders die het M-decreet ons oplegt. Daar moeten we mee aan de slag. Straks gaan we kijken hoe we dat kunnen doen op school. En dan denk ik dat we nu aan het stukje komen dat voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste is. Dat is het waarom. Ook Jel is begeleider inclusie. In het technisch ateneum van Dendermonde geeft hij uitleg aan het hele team over het M-decreet. Veel leraren zitten met vragen. Ja, waar ik een beetje vrees voor heb, is dat wij heel veel leerlingen gaan bijkrijgen en geen middelen bijkrijgen om de leerlingen op een gepaste manier te begeleiden. Wat mag, wat mag niet? Waar moeten we op letten? Misschien ook belangrijk, waar moeten we onszelf een beetje tegen beschermen in geval van discussie? In hoeverre dat wij hulp ook gaan krijgen van psychologen, ergonomen en zo verder, dat geeft me wel een beetje schrik. Allee, dat schrikt me wel een beetje af, zal ik zo zeggen. Ik stel er mij heel wat vragen bij. Ik zie het misschien wel zitten in een klascontext van 8, 9, 10 leerlingen. Maar ja, de klasse waar ik soms voor sta, 20 leerlingen. We merken toch wel redelijk wat angst en bezorgdheid en ongerustheid bij leerkrachten en directeurs als het over het M-decreet gaat. Ook omdat er heel veel cowboyverhalen de ronde doen, de rondtrend. Mijn eerste boodschap is meestal van mensen rustig aan. We gaan eens even kijken waar het hier echt over gaat. En dan zullen we zien of je nog bang moet zijn of niet. Die redelijke aanpassingen die een recht zijn, ja, dat is tot een bepaald punt. Er zijn zaken die je als school regulier onderwijs niet kan, er is een grens. Voorbij die grens zal er nog altijd het buitengewoon onderwijs zijn. Het M-decreet is op dit moment zeker geen pleidooi tegen het buitengewoon onderwijs. Daar wordt heel goed gewerkt. Je moet alleen eens goed kijken welke kinderen best gediend zijn in het buitengewoon en welke best in het regulier. En soms zitten er misschien wel kinderen in het buitengewoon die misschien toch wel beter in het gewoon onderwijs zouden zitten. Kijk, laat ons niet langer uitgaan van die labels, van die stempels die we erop plakken op leerlingen. Maar laat ons uitgaan van wat ze eigenlijk hebben, wat hebben ze nodig en wat kunnen wij doen om hen mee te trekken. 3 maanden geleden was ik hier ook en ik merkte toch wel dat er dingen anders verliepen vandaag. Voel je zelf een verschil tussen de werking 2 maanden geleden, 3 maanden geleden en nu? Ik heb zeker de tip meegenomen van probeer dingen te relativeren. Aan de andere kant voel ik ook door de medicatie die de leerling nu neemt, dat ik die leerling meer kan loslaten en meer zelfstandig kan doen werken. Begeleiders Floor en Ria bespreken de klasobservaties samen met juf Evelien en haar directie. Scholen kunnen op meer dan 60 extra begeleiders een beroep doen. Ze geven informatie, beantwoorden vragen, geven aan wat je als school al goed doet en zoeken mee waar het nog beter kan. Binnen het project competentieontwikkeling willen wij eigenlijk scholen op weg helpen naar meer inclusie. Hoe ga je goed onderwijs opzetten? Welke werkvormen ga je hanteren? Welke doelstellingen ga je opzetten? Hoe ga je dat evalueren? We willen niet te veel focussen op wat de wetgeving is. En we willen vooral in de geest van dat M-decreet in het denken over meer inclusief onderwijs. Hoe denken wij daar als leerkrachten, als scholen zelf over en welke kleine stapjes kunnen we daar inzetten? Voilà. Ik wil ook nog even meegeven. Straks na de middag stel ik mezelf nog even ter beschikking, mochten er straks nog vragen zijn. En dan zien wij elkaar straks in de workshop. Na de presentatie van Kiel verspreiden de leraren zich over verschillende workshops. Hier gaan de leraren praktisch aan de slag met het M-decreet en werken ze met concrete casussen. Het is de bedoeling dat jullie ofwel redelijke aanpassingen of onderwijsbehoeften gaan bepalen voor de leerling. Na ongeveer een kwartiertje gaan we een keer kijken
naar een redelijke aanpassing die voor jullie op het eerste zicht niet haalbaar lijkt op school? De vraag die het meest voorkomt op dit moment is redelijke aanpassingen. Hoe gaan we daarmee om? Daar bestaat geen kant-en-klare checklist of wat dan ook. De leerkrachten moeten daarmee omgaan als een goede huisvader of huismoeder. En gaan kijken, in deze context, dit kind, in deze situatie, is dit redelijk of niet redelijk. Ze moeten elk kind apart en de volledige context meenemen. Dus dat ze altijd links mag zitten, dat is geen probleem. Ja, dat denk ik ook. Dat leerkrachten een FM-apparaat gebruiken, dat is op zich ook geen probleem. Dat instructies op bord worden, visueel gezet, dat is ook geen probleem. Soms zegt men die redelijke aanpassing, wat is dat allemaal? Soms zijn het ook heel kleine aanpassingen, waarvoor je geen expert moet zijn, hè? Maar die eigenlijk groeien vanuit interactie tussen de betrokkenen. Ja? En regelmatig samen aan de tafel zitten. Ik vind dat er opnieuw moet nagedacht worden over het inzetten van de uren zorg in onze school. Ja. Ik heb daar moeite mee. Die uren verminderen, ja, er is niemand die dat nog organiseert. Belangrijk om vast te nemen. Dus, overleg, hoe gaan we dat doen? Moeten we daarover nadenken om dat overleg te organiseren? Echt na onze uren. Ja, oké. Niet alleen juf Evelien had vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Met ondersteuning van de begeleiders denkt nu ook het hele team na over hun visie op diversiteit. Zo bepalen ze waar ze in de toekomst werk van willen maken. Als we over de leerlingen die nu dreigen uit de boot vallen, er net niet uitvallen en er toch in slagen om die leerlingen erbij te houden, dan hebben we een stap in de goede richting gezet. En dat is eigenlijk het enige, denk ik, wat het M-decreet vraagt. De scholen waarvan wij merken dat ze eigenlijk nu al klaar zijn voor het M-decreet, daar is toch wel één constante. Dat zijn scholen die nu al een goed zorgbeleid hebben en of scholen met een goede gokwerking. En als we dan gaan kijken, die scholen, ja, daarvan moeten we zeggen, van die zijn eigenlijk klaar voor het M-decreet.